Vroeger dacht ik dat alleen mannen narcisten waren. Maar omdat ik bepaald gedrag begon te zien bij kennissen, bij vrienden enzovoort, ben ik me gaan verdiepen erin en heb ik gezien dat narcisme bij een ieder zou kunnen voorkomen. Woorden van socioloog Joan Watkin, die het noodzakelijk vindt dat de samenleving meer kennis moet hebben over narcisme, waardoor zij beter in staat zal zijn met situaties waarin het zich voordoet om te gaan. Watkins zegt dat narcisme geen onderscheid maakt in geslacht, leeftijd, land, scholing of beroep. De socioloog benadrukt dat een narcist overal kan zijn, omdat die gewoon een persoon is. En hoewel de wetenschap aangeeft dat mannen meer aan persoonlijkheidsstoornissen lijden, komt narcisme ook bij vrouwen voor. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis. En het is een stoornis die maakt dat mensen eigenlijk egocentrisch worden. Dat mensen meer van zichzelf houden dan van anderen. Dat mensen geen empathie voelen. Dat mensen niet met een ander kunnen sparen van hé, wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, maar ze willen altijd bepalen. Dat is eigenlijk iemand die met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hoe werkt dat? Dat werkt op verschillende manieren. En bijvoorbeeld als het zo is dat een narcistische ouder, als je een narcistische ouder hebt, dan hoor je de kinderen vaak zeggen, ik ben pas gaan leven toen mijn ouders, of mijn ouder, mijn narcistische ouder, uit mijn leven was. Dood of heel ver vandaan. Omdat narcisten voor jou het leven willen bepalen. Ze willen bepalen wat je moet doen, hoe je het doet, wanneer je het moet doen. Ze houden geen rekening dat jij ook je eigen wensen hebt. Watkin drukt mensen op het hart anderen geen narcist te noemen, ook al vertonen zij narcistische gedragingen. Alleen een psycholoog of een psychiater mag personen diagnosticeren als te zijn een narcist. Volgens Watkin kunnen narcisten vaak niet zelf uit hun situatie komen. Een narcist heeft vaak niet door dat hij een probleem heeft. Toch? Ik ben zoals ik ben, nasomitang. Ik kan niet veranderen. Ik kan je beloven dat ik wil veranderen, maar ik kan niet veranderen. Toch? Het is niet zo van, hé, mijn neus is krom, ik ga naar een plastisch chirurg, ik ga mijn neus veranderen. No, als aan dit in zie. En het kan aangeboren zijn en of aangeleerd. Als het aangeboren is en nog aangeleerd, vanwege omstandigheden, bijvoorbeeld uit een moeilijk gezin, uit een slecht gezin, uit een moeilijk gezin, gepest zijn enzovoort. Dat vergroot alleen maar de kans dat mensen narcistisch gedrag gaan vertonen. Volgens wetenschappelijke studie kan 1/3 van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis uit hun situatie komen. 1/3 komt eruit, maar valt terug. En het resterende 1/3 komt er nooit uit. Het volledige gesprek met Joan Watkin ziet u morgen in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 5:00 PM.